Goedemorgen, broeders en zusters. In de Heer, welkom op deze lectie divina van maandag van de vijfde week van de 40 dagen tijd. Nu heel dichtbij. En vandaag zullen wij twee vrouwen in de lezingen vinden, maar ook twee acties. Twee manieren om met een zonde of een vals getuigenis te handelen. En wij zullen zien met Suzanne en ook met de vrouw die heeft een overspel bedreigd, zullen wij zien hoe de barmhartigheid van de Heer kan voor ons openbaren door deze twee getuigenissen. Dus laten wij het woord van God, de stem, de plaats nemen in onze lectie divina. Uit de profeet Ezechiël. Nadat Susanna ter dood veroordeeld was, riep ze met luide stem: Eeuwige God, die het verborgene kent en alles reeds weet, voordat het gebeurt. Hij weet dat deze oudsten een vals getuigenis tegen mij hebben afgelegd. En ofschoon ik niets gedaan heb, het hing ze mij boosaardig ten laste leggen, moet ik toch sterven. De Heer verhoorde haar gebed, terwijl zij werd weggeleid om gedood te worden, gaf God een jonge man, Daniel, gegeten, een heilige besluit in. Deze jonge man riep met luide stem: Ik ben onschuldig aan haar bloed. Waarop het volk zich naar hem toekeerde en vroeg: Wat bedoel jij daarmee? Hij hing in hun midden staan en zei: Zijn jullie niet goedwees, zonen van Israël? Veroordelen jullie een dochter van Israël zonder nader onderzoeker en kennis van zaken? Haar terug naar de rechtszaal, want deze hier hebben een vals getuigenis tegen haar afgelegd. Daarop ging al het volk haastig naar de rechtszaal terug. Daar zeiden de oudsten tot Daniel: Neem plaats in ons midden en deel ons je bedoelingen mee, want God heeft je het gezag van de ouderdom verleend. Toen zei Daniel tot hen: Zonder ze van elkaar af. Dan zou ik ze aan een verhoor onderwerpen. Ze werden dus van elkaar gescheiden. Daniel riep vervolgens een van de twee oudsten bij zich en zei: Jij bent in boosheid vergrijsd, maar nu krijg je de straf voor al de zonden die jij bedreven hebt. Door onrechtvaardige vonnissen te vellen. Onschuldigen heb jij veroordeeld en schuldigen vrijgesproken, in strijd met het gebod van de Heer. Breng iemand die onschuldig is in zijn rechtsstaat niet ter dood. Wel nu, als jij haar op heterdaad betrapt hebt, zeg dan onder wat voor een boom heb je ze samen gezien? Hij antwoordde: Onder een mastiekboom. Daniel hernam: Die prachtige leugen kost je kop. Want Gods engel heeft van God al bevel gekregen je in tweeën te splitten. Nadat Daniel deze had laten wegleiden,
liet hij de ander voorkomen en zei tot hem: Jij bent een afstammeling van Canaan en niet van Juda. De schoonheid heeft jij verleid en de hartstocht heeft jij hoofd op hol gebracht. Zo handelden jullie met de dochters van Israël. En uit vrees waren die jullie terwille. Maar een dochter van Juda heeft zich niet willen schrikken naar jullie boosheid. Wel nu, onder wat voor een boom heb je ze betrapt? Hij antwoordde, onder een steeneik. Daniel hernam, ook jij hebt door die prachtige leugen je kop verspild. Want Gods engel staat reeds klaar om je met de zwaard door midden te houden en jullie beiden te verdelgen. Hierop barstte hield de vergadering los in luid gejuich en men loofde God, die redt wie op hem vertrouwt. En nu Daniel met hun eigen woorden bewezen had dat de twee oudsten van een vals getuigenis hadden afgelegd, keerde het volk zich tegen hen en overeenkomstig de wet van Mozes voltrokken ze aan de oudsten de straf, die zij in hun boosheid hun naasten hadden beraamd. Ze werden ter dood gebracht. Zo werd die dag een onschuldige van de dood gered. Woord van de Heer, wij danken God. Ik heb de kort vers gelezen vanaf hoofdstuk, vanaf vers 41 tot en met 66. Maar ik denk dat jullie al het verhaal van Susanna goed kent. Susanna is naar de rechtbank gebracht omdat twee oudsten van het volk van Israël haar tot vrouwen wilden nemen. En zij hebben een vals getuigenis tegen haar gesproken. Dat zij met een andere jongman in overspel had bedreven. Dus hier zien wij dat wie op de Heer vertrouwt, kan redding brengen. Kan redding ontvangen. En deze weesman, profeet Daniel, heeft de waarheid getoond. En hier zien wij hoe gemakkelijk het volk op een leugen kunnen geloven. Ze kunnen gemakkelijk verleid worden door een vals profeet. Gemakkelijk geloven zonder na te denken. Susanne was bijna dood. Zij zouden haar stenigen. Want dat was de straf van een vrouw die een overspel had bedreven. Dus dat is heel erg. Een vals getuigenis in een andere persoon laat doodgaan omwille van onze eigen zonden. Maar Daniel, God zij dank, is deze dienaar van de waarheid. En Susanne bleef in gebed. Susanne bleef vertrouwen op de Heer. En dat weten wij niet precies als dat echt gebeurd is, maar dat is toch geschreven. En alle verhalen in het Oude Testament heeft een boodschap, een les voor het volk van Israël. En op de versen 61 en 62 zien wij hier welk is de boodschap van dit verhaal.
Daniel met hun eigen woorden bewezen had dat de twee oudsten in vals getuigenis hadden afgelegd. Dan keerde het volk tegen de twee oudsten. Voltrokken ze aan de oudsten de straf, die zij met hun boosheid hun naasten hadden beraamd. De straf die Susanna door de vals getuigenis van de oudsten moesten ontvangen, is naar deze twee zondige oudsten gekomen. Wat willen wij en wat doen wij in onze zonden voor de anderen kan keren naar ons. En dus deze regel die Jezus Christus ook zei in het evangelie, alles die wij willen dat de mensen met ons doen, moeten wij ook doen aan de anderen. Maar ook als wij in zonde een vals getuigenis geven, als wij het kwaad wensen en proberen te doen met de anderen, pas op, want dat kan gebeuren met ons. Dat kan helemaal veranderen in de plaats van de anderen in ons. Maar is niet uit vrees dat wij moesten niet het kwaad doen. Is uit goedheid, gerechtigheid en waarheid. Psalm 23. De Heer is mijn herder, niks kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mij schrijden leidt hij langs rechte paden, omwille van zijn naam. Al wordt mij weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar hij mij leidt. Uw stok en uw herdenstaf geven mij moed en vertrouwen. Hij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalf hij mijn hoofd, mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaat mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden. Uit het Heilige Evangelie volgens Johannes. In die tijd behalf Jezus zich naar Olijfberg. 'S Morgens vroeg verscheen hij weer in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Toen bracht schriftgeleerden en fariseeën hem een vrouw die op overspel was betrapt. Zij plaatsen haar in het midden en zeiden tot hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl zij overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar hij, wat zegt hij ervan? Dit bedoelden ze als een strikvraag, in de hoop hem ergens van te kunnen beschuldigen. Jezus echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. Toen zij bij hem aanhielden met vragen, richtte hij zich op en zei tot hen: Laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen. Weer boog hij zich voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoorden, droppen zij één voor één af, de oudste het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw, die daar was blijven staan. Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar:
Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld? Zij antwoordde, niemand, Heer. Toen zei Jezus tot haar, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig nu af, van nu af niet meer. Woord van de Heer, wij danken God. Ja, een andere vrouw. Vrouw van de Johannes 8. En deze vrouw die op woordspel was betrapt. Zij is schuldig van haar zonde. Suzanne was onschuldiger. Maar die vrouw hier, zij is schuldig van haar zonden. Zij is betrapt. Letterlijk heeft zij een overspel gedaan. Maar dat was ook om Jezus te wangen op een oordeling. Om hem ook, dat was ook een bedoeling van de Joden, van de schriftgeleerden en de fariseeën, om hem ook op de proef te stellen. Maar zo wijs is onze Heer. En zijn barmhartigheid is boven de wet van Mozes. Die vrouw moet gestenigd worden. Zij kunnen wel haar stenigen. Maar hier gebruikt de Heer het licht in ons geweten. Heel knap, prachtig. Laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar te werpen. Wie zijn eerst weggegaan? De oudsten. Meer zonde, natuurlijk. Meer fouten gedaan. Dat is de wet van de barmhartigheid. De eerste lezing, een vrouw die is gered uit een vals getuigenis. In het evangelie, een vrouw die is gered door de barmhartigheid van God. De vervulling van de wet. Laten wij met deze twee vrouwen, het is te lezen, de psalmen, het evangelie van vandaag, mediteren. En deze genade ook vragen om barmhartig te zijn. Ver te zien, meer dan wetjes en regels en zonden. Ver te zien, want de barmhartigheid kan alles. En kan ook in hart, in leven, helemaal veranderen. Zoals is gebeurd met deze vrouw van het evangelie van Johannes. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen.